We gaan een heel lekkere burger maken van kalfsgehakt, maar we gaan evenveel maïs gaan aan toevoegen. Dus heel gezond en met een lekkere gemengde sla, met ook kleine scheutjes. En ook nog gemarineerde venkel en ajuin. Heel lekker. We gaan beginnen met de maïs aan te stoven. Want ik zou die nu niet zo rauw tussen het gehakt gaan mengen. En maïs, ja, dat ziet er zo uit. En dat groeit dus altijd onder die blaadjes. Dat maakt dat heel mooi van kleur. Zo, ja, een beetje pastel, hè. Heel lekker zitten eigenlijk, ja, natuurlijke suikers in. Maar dat mag wel, hè. Veel beter van natuurlijke suikers te eten. Lekker als in wortel zitten ook veel natuurlijke suikers. Heel lekker en ook zeker gezond. Ik heb eigenlijk zo, als ik eraan denk, nog pijn aan mijn duimpjes. Want vroeger, bij mijn grootmoeder, moesten we zo maïske per maïske daar zo gaan af. En dan had ik zo'n blaar. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik een blaar had. Ik vond dat toen zo zeer. En 's avonds, ja, ik dacht dat ik ging sterven, hè. Maar het is goed gekomen. Kijk, we gaan nu gewoon zo langs de kolf. Want in feite, hier, dat middenste, dat kun je niet opeten. Op geen enkele manier. Je mocht dat bakken, stoven, whatever. Dat kun je niet opeten. Enkel de zaadjes. Dus je snijdt daar gewoon langs, naar beneden. Ja, dat gaat een beetje wegspringen. Maar dat is niks, hè. En dan zo iedere keer een beetje opschuiven. Dat is eigenlijk al heel lekker, hè. Super zoet. En ik zou hier zeker de maïs niet gaan vervangen met de maïs uit blik. Want maïs uit blik op zich, ça va, is dat gezond, maar dat zit op heel veel water zo, met suikers nog bij en zout. Ik zou dat niet doen. Vers is veel beter. We gaan dat gewoon gaan aanstoven in olijfolie. Maar in die olijfolie gaan we ook eerst een shallot fijn hakken. Allee, instoven, hè. Dat is nu eigenlijk, ja, ik vind het altijd saai als je zegt, oké, ik heb gisteren wat te fel gedaan. Vandaag wil ik wel genoeg eten. Maar ik moet zo niet het gevoel hebben dat je gestraft bent. Hè. Dus gewoon geraspte wortelen met een beetje sla, dat is saai, hè. Dus ga ik toch een beetje op zoek achter gerechten waar dat je zegt van, allee, dat was nu echt lekker en gezond. Dat is toch altijd zo'n beetje de moeilijkheidsgraad, hè, om dat te kunnen vinden. Zo, de shallotjes. Even laten aanstoven. En dan mag daar de maïs bij. Hè. En dan mogen die erbij. Hopla. Zo, dan gaan we dat gewoon gaan bijkruiden met peper. En dan kan ik mijn kalfsgehakt erbij halen. Die zit in de koelkast. Kalfsgehakt, een van de magerste vleessoorten. Hè. Is ook iets, ja, duurder vlees. Maar ja, kijk, als je gezond wilt doen, een fitnessabonnement is ook niet goedkoop. Hè. We gaan dat mengen in een grote kom. Gewoon wat peper bij. En daar gaat één ei bij. En een ei, dat is eigenlijk altijd nodig als je gehaktballetjes maakt om je vlees, als je dat bakt, dat dat niet uiteenvalt. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de eetbare lijm in je gehakt. Voilà. En dan zul je zeker ook wel chapelure bij doen. Maar chapelure, brood, dat doen we niet op onze gezonde dag. Maar wel volkorenbrood, hè. Mag zeker en zeker gedroogd. Voilà. Voilà. We gaan dat nu doorzeven. En je moet ongeveer 2 eetlepels volkoren chapelure bijvoegen. Zo.
En dan gaat er de maïs bij. Je ziet, er is echt evenveel maïs als vlees. Hè. Voilà. En dan onder elkaar mengen. Hè. Zodat je echt schoon 4 hamburgers kunt maken. Ja, en geef nu toe, dat ziet er toch echt al heel gezond uit, hè. Zo'n burger. Die is ook super lekker, hè. Allee, we gaan dat zo'n beetje in 4 delen. En dan maken we daar eerst zo'n beetje een boulet van. En dan gaan we die zo'n beetje afplatten, hè. Klaar voor te bakken. Wat gaan we daarbij serveren? Wel rauw gemarineerde venkel. Dat is super lekker. En het is heel gemakkelijk te snijden. Als je iets marineert, moet je heel fijn snijden. En dus die buitenste blaren neem je er eerst maar af. Want daar zit nog aarde tussen. Het is nu niet de bedoeling om aarde in onze sla te doen. En die binnenste, dat heeft dan nooit voor. Dus die gaan we afspoelen. Zo, en dan neem je maar een groot pot. En nu super gemakkelijk mandolineke. Opgepast voor de vingers. En je ziet, dan zijn dat echt heel schone, fijne slierten. En als je daar dan vinaigrette op doet, dan worden die zo klein beetje slap. Heel lekker. En je mag echt wel tot op het einde gaan, want ook die stokjes, hè, bovenste, is heel, heel smaakvol. En dan de achterkant van de kruiden, die ga ik met de hand doen. Want kruiden en een mandolin, dat gaan niet samen. Hè. Dus gewoon zo met de hand. En ik ruik dat hier echt. Dat is echt anijs. Super lekker. Dat ruikt zo naar pastis of fricaar. Je bent er wel voor of je bent er niet voor. Hè. Sommige mensen, alles wat de anijs is, is niet voor mij. Een zoete ui gaan we daarbij doen. En waarom een zoete ui? Ja, omdat het gewoon lekkerder gaat zijn. Zeker rauw. We gaan die ook met ons mandolin gaan heel fijn snijden. Een zoete ui gaat eigenlijk gaan herkennen aan zijn spierwitte kleur. Die is meestal ook heel, heel groot en ook zoet van smaak. Heel lekker, ook rauw en gezond, hè. Dus laat dat poepengatje daar maar aan. Dan kunnen we dat daar vasthouden, hè. Ik ga stoppen. We gaan er een klein beetje ciderazijn bij doen. En ik kies eigenlijk voor ciderazijn. Waarom? Eigenlijk heeft het zo'n klein beetje een goede werking voor ons lichaam. Want het is cholesterolverlagend. En ook de bloeddruk gaat een klein beetje zakken erdoor. Dus dat is goed, hè? En dan geen te straffe olie. Dus dat zou ik geen notenolie nemen. Want dat is toch een beetje expressief. Maar maïsolie bijvoorbeeld. Want we hebben toch maïs in onze burgers gedaan. Zo. En een beetje peper. Ik ga dat mooi onder elkaar mengen. En dan kunnen we al de burgers gaan bakken. Hè. Zo'n beetje op zijn Amerikaans, hè, met die gemarineerde ajuin. Maar zij zullen dan de venkel vervangen door witte kool. Hè. Koolsla. We gaan de maïsburgers, want zo noemen ze, gaan bakken. Hè. Maïsburgers. En je zou die nu zeker moeten gaan aanbakken, niet in boter, maar wel in arachideolie of in olijfolie. Maar plantaardige boter kan natuurlijk ook. Hè. Gezond. Een keer iets anders. Goed voor de lijn. Zo. Goeie warme pan, want het is vlees, dus we moeten weer zo dat kssst.
voilà, mooi gaan aankorsten. En het is kalfsvlees, dus uiteindelijk moet je die niet gaan uitbakken. Hè. Dat is een mooi rosévlees, dus van binnen mogen die mooi rosé zijn met een korstje buitenuit. Ik ga al een mooi bordje dresseren. Flashy kleurtje. En we gaan daar een mengeling van sla. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè. Maar je hebt zo in de handel nu al, doen de boeren hun uiterste best. Bijvoorbeeld, dat is eigenlijk jonge kropsla. Of je hebt ook, dat is nu zurkel, jonge zurkel. Dus allemaal jonge scheuten. Dat is heel lekker, heel fel van smaak. En ja, super gewoon gezond gerecht. Hè. Dus je maakt dat maar als basis. Leg dat maar schoon in het rond. En dan krijg je altijd zo'n beetje extra kleur. En als je nu de moeite doet om zo een mooi bord te maken, dan moet je niet daar overal de rest gaan leggen. En dus nu gaan we naar het midden toe gaan werken. Eerst mijn burgertjes een keer omdraaien. En die zijn redelijk, ja, ik zou niet zeggen fragiel, maar toch zo. Er zitten heel veel groenten in, dus dat gaat altijd iets minder stevig zijn dan volledig met vlees. Hè. Altijd een klein beetje oppassen. Voilà. En wel, ik heb daar nu echt goed op. Zo'n maïsburger. Ik hoop jullie ook thuis. En de stoere mannen. Zeker, hè? Schuif dat maar een keer onder hun neus. Je gaat het wel zien. Oh, schatje, dat was lekker. Als je het receptje nog eens wil nakijken, staat het natuurlijk helemaal op vtmkoken.be. En dan kunnen we aan tafel, hè. Voilà. Een lekkere maïsburger, gemarineerde venkel en zoete ajuin met jonge scheutjes van sla of van kruiden. Heel smakelijk. Tot morgen. Dag.